Nou, ik vind het heel belangrijk om het samen te doen. Dus niet als wethouder alleen, maar samen met het hele college. Maar ook met de gemeenteraad en de inwoners. En de organisaties en de bedrijven. Bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn portefeuille duurzaamheid en de energietransitie. Hoe zorgen we dat de gemeente een stukje duurzamer wordt? Daarvan is echt van belang dat iedereen daar over meedenkt en over mee mag praten. Dus dat zal wel echt mijn stijl zijn om echt de verbinding te zoeken met de gemeente en de lissers. Ja, en u bent in verband met de coronamaatregelen digitaal beëdigd donderdag. Hoe was dat om dat digitaal op die manier mee te doen? Ja, dat was eigenlijk wel een bizarre ervaring. Nooit eerder meegemaakt. Dus dat ik van achter een camera dus dat allemaal mocht aanschouwen. En dus ook inderdaad de verklaring en belofte heb ik ook afgelegd. En terwijl de gemeenteraad natuurlijk wel fysiek hun stem hadden uitgebracht. Ik had gelukkig wel mijn vriendin thuis in de huiskamer zitten. Dus ik hoefde het niet helemaal alleen te beleven. Dus ik kon toch dat heugelijke moment wel samen met haar delen ook. Vond ik toch wel fijn. Ja, precies. En u woont op dit moment in Leiden en daar bent u ook politiek actief geweest. Hoe gaat u nou zorgen voor die binding ook met Lisse? Dat is een hele goede vraag. Ik vind het van belang om zo snel mogelijk het dorp en de lissers en de organisaties goed te leren kennen. Dus ik zal hier heel vaak zijn zolang ik in Leiden woon. En ik ben ook wel van plan om het komend jaar ook in Lisse te gaan wonen om nog beter en sneller met mensen te kunnen afspreken. Want nu is het even behelpen vanwege de corona. Dus het moet allemaal digitaal. Dat is wel jammer, maar ik hoop dus na de zomer dat er toch ook veel meer weer persoonlijke ontmoetingen in het dorp kunnen organiseren. Het persoonlijk contact is toch wat je ook als bestuurder, als wethouder, denk ik het meest helpt om de wensen en de meningen van de mensen te horen en hun problemen op te lossen. Ja, nu neemt de portefeuille over van Jeanette van der Laan, die naar de Tweede Kamer is vertrokken. Er zitten een aantal flinke dossiers zoals duurzaamheid, ruimtelijke ordening, jeugdzorg, maar bijvoorbeeld ook Museum de Zwarte Tulp, waar op dit moment veel problemen zijn. Hoe gaat u ervoor zorgen dat u echt zo snel mogelijk ingewerkt wordt in al die toch wel complexe dossiers? Ja, daar ben ik al druk mee bezig. Dus inderdaad, vanaf het moment van de benoeming ben ik meteen aan het inlezen en inwerken. En ik krijg ook heel veel tips van mensen. En ik word goed ondersteund door de ambtenaren. Maar ik vind het ook van belang, wat ik al zei, om het dorp in te gaan. Althans digitaal. En ook met de organisaties te praten. En ook de lissers over hoe ze zien dat de gemeente moet handelen om de duurzaamheid beter op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld volgende week is er al een digitale sessie met geïnteresseerden over duurzaamheid. Dus dan probeer ik ook even aan te sluiten om op die manier ook gewoon meteen direct te horen van wat er speelt en wat er leeft in Lisse.